Zo. Dus dat is al heel lang geleden? Ja, bijna 85 jaar. Ja, echt was. Och, ik zie het Genpak was nog zo. Ja, er zaten toen die Duitsers in. Ik heb mijn moeder wel genoeg klappen gekregen. Maar ja, nou, dan wil je niet dat man niet zijn. Ja, maar mijn vader zat in een kamp, in het concentratiekamp in Rusland. Ja, nou, kijk. Ja, en hier rijdt de winkel van dingen. Van, er was een doodkistenwinkel. En nou, hier het water, dus al bij mijn broers een keer in de val. Ja, och, ik ben dat, och. Ik ben echt helemaal van de kaart, alleen dat ik zo'n foto kan vinden. Want ik heb er zoveel dingen van Almelo, maar nooit geen Werfstraat. Mijn broer en mijn zus, die was ver na ons binnen geboren, die kan ik dat niet vertellen. Want ze, ja, alles is hier weg. Ja, echt. Ik vind dat wel. Het boek gaat u kopen? Ja, dit neem ik met. Ja, want dan kan ik ze het ook weer laten zien. Och ja, daar heb ik heel veel speld. Het touwtje springen. Oh. En dat wie den jongen had wie in huis. En had wie een andere naam gegeven. En die Duitsers had niks in de gaten, maar hij was gewoon met ons aan touwtjes springen en alles. Want mijn tante had de jongen mee oorspraak uit Deemte. Ja, god. Oh, zei mijn moeder, dat kan wel bij ons, ja. Maakt niks uit, wie doet hem gewoon met hem. En wie laat hem gewoon. Hier heet nu Jopietje, mijn moeder tegen de jongen. Ja, maar ik heet geen Jopie, ik heet Abraham. En mijn moeder zei, maar hier heet hij Jopie. Ja, ik ben heel blij. Het zonnetje begint nou lekker te schijnen en ik vind het echt heel erg gezellig. Dus En bent u al vaker hier geweest? Nee, dit is voor ons de eerste keer. Zowel, we waren hier ook nog nooit als bezoeker, maar nu staan we met een kraam. Het is echt de eerste keer, ja. Dus u hebt thuis een flinke opruiming gehouden? Ja, en er staat nog genoeg. Maar dit mag allemaal weg. Nou, ik hoop dat het lukt om zoveel mogelijk te verkopen. Dankjewel. Gaat vast lukken. Leuk, goed. Ja, gaat goed. Verkoop goed. Ja, je hebt al enkele dingen kunnen verkopen? Ja, prima. Nee, dat is wel leuk. Dat is leuk. Ik ben de enige die met dit soort dingen staat. Dus wat dat betreft. Ja, prima. Ik vind het leuk. Dat vind ik ook altijd leuk. Dankjewel. Gaat goed. Ja, we verkopen lekker, dus ik kan niet klagen. Veel belangstelling? Veel belangstelling, ja. Vinyl is toch steeds populairder aan het worden. En nou, dat merken we. Ook jonge mensen zie je. Dus dat gaat goed. De beste boekverkoper. Yes.